bedjes opmaken. Ik ga een paar dingen nog veranderen. Fientje moet nog een andere hoeslaken. Een roze. En die moet een roze dekentje. En verder weten jullie natuurlijk wel hoe ik het doe. Maar ik kan het niet heel makkelijk filmen. Omdat het natuurlijk nu een ander bed is. Zoals jullie zien liggen ze met z'n vieren. Hier ligt Mees, Floortje, Fientje en hier ligt Tycho. Die nog een bad moet, maar dat komt wel goed. Want het is mooi, het wordt van het weekend volgens mij wel mooi weer. Dus kan je mooi buiten even in bad. En nog een paar dingetjes netjes maken en zo. Dus dat ga ik dan dus doen. Dus Mees krijgt dus een andere deken. Die moet nog eens omgekleed worden. Maar ja. En dit is dus een 1,40 bed. En nou ja, jullie kunnen natuurlijk na deze video komt de kast van Mees. En daarna komt de roomtour. Volgens mij. Ja, dan op de vrijdag. Dus de maandag van die week komt volgens mij geen video online. Nee. Dan komt die maandag geen video online dus. Dus hou daar rekening mee. Als je denkt, hé, er is geen video online gekomen. Nou, daarom dus. Omdat het dan dus de laatste week is van, ja, van de week van de twee video's per week. Ik denk niet dat ik dat zal blijven doen. Want het is nogal veel en er zit nogal een hoge druk achter dan bij mij. Ja, jullie weten natuurlijk niet hoe en wat en zo. Waarschijnlijk zal ik, ik zoom even in, want dan kan ik nou, als het goed is, oh wacht, ik doe hem ook wel wat lager, anders kan ik namelijk niet bukken. Oh. Dan kom ik nou met mijn gezicht in beeld. En dat wil ik niet. Dat doe ik vanwege privacy. Zoals de meeste mensen wel weten. Nee, de meeste moet nog omgekleed worden. Maar voor de roomtour ga ik nu even. Dat ga ik morgen of overmorgen even opnemen. Er komt nog iets anders te hangen. Ik heb al wat posters opgehangen van het thema, wat u nog steeds niet weet en niemand heeft geraden. Nee, het komt nog moet nog even netjes gemaakt worden. Er moeten wat knuffeltjes worden neergezet. Er moet nog een plank komen. Die is er nog niet. Het raam moet nog afgeplakt worden. Dat kan ook nog niet. En nou, er moeten nog meer posters en stickers komen, maar dat kan gewoon nu nog niet. Want die wil ik natuurlijk, ik wil de roomtour zo snel mogelijk klaar hebben met opnemen. Ja, zodat ik dat gewoon al kan inplannen. En dat komt dus op mijn verjaardag. Misschien dat ik nog een andere video ga opnemen op mijn verjaardag zelf, maar dat denk ik niet. Want dan worden het twee video's op een dag en dan is het misschien niet meer leuk. Maar ja. En de afmeting van het bed is dus 1,40 meter. En ze hebben dus ieder 35 centimeter en 70 centimeter lang. Nou ja, je ziet, Mees is het grootst. Die zit nog niet aan het eind. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar hier zitten zijn voeten. Hier dus. En tot en met hier. Mees ligt best hoog. Maar ja, dat is gewoon nog grappig. En Floortje is natuurlijk super klein. En die ligt weer iets lager. Ze liggen niet allemaal even hoog. Maar dat is niet erg. Maar ik ga de video wel minimaal 10 minuten lang laten gaan. Want anders dan is het zo kort. Want ik ben daar best snel mee klaar. Maar
De matrasjes had ik dus al. Dat zijn gewoon de matrasjes van de oude bedjes. De oude bedjes zijn weg. Omdat, ja, je kan het niet meer verkopen omdat er geen bodem aan zit. Want ze stonden natuurlijk op de kast. Dus ja. En er zit natuurlijk ook geen matras meer bij. En de meeste mensen willen een matras. Maar ja, die gebruik ik. Dus ja, dat krijgen ze niet. En de kasten zijn zo goed als klaar. Er moet hier en daar nog wel wat gedaan worden natuurlijk. Hè. Maar uiteindelijk is het klaar. En ik vouw. Ik maak het nu wel heel strak op trouwens, zie ik. Is ook wel schat, ik trek het een beetje zo. Ik laat ze er wel in liggen. Zij gaat, zij is in principe klaar. Alleen deze dan wil ik roze en de jongens willen ook geel. En Vintje moet dan een andere hoeslaken, maar die leg ik dan wel even hier tussen of zo. Moet even kijken. En dit ding zit in de weg, dus die haal ik eraf. Nu zit in de weg. Dan komen nog wat knuffeltjes dus. Tenminste, die heb ik al, maar ik moet nog even zoeken. Maar uiteindelijk ga ik die op mijn plant neerzetten. En dan... zien jullie dat ook vanzelf? Maar dat is pas later. Dus dan komt er waarschijnlijk nog een extra roomtour. En dan... ja. Dus de roomtour komt dus op mijn video, op mijn verjaardag online. Maar er komt dus uiteindelijk... of een klein mini roomtoertje, weet je wel. Zoiets. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen knuffel. Vintje heeft, of Floortje heeft deze gekregen van mijn broertje en mijn schoonzusje. Floortje die moet dus, dus deze van Floortje, die moet nog omgekleed worden. Overigens. Maar. En Floortje en Mees hebben hun eigen Insta-account met z'n tweeën. Omdat die toch echt wel. Het bijzonderste zijn. Ik moet eigenlijk dit eruit knippen. Maar ik heb nu geen schaar. In de buurt. Oh, kijk, het hoeft niet eens. Er zit hier een label. Maar in principe hoeft dat niet. Dit hoeft natuurlijk niet helemaal omgeslagen te worden, want dat zie je toch niet. Maar strak, kijk, ze kennen al iets hoger. Misschien dat ik nog wel wat anders ga verzinnen voor Floortje, omdat ze zo klein is. Maar haar in een babynestje leggen in dit bed is ook een beetje gek. Dat past waarschijnlijk ook niet. Kijk. Perfect. Lekker mooi roze en strak. Vond het wel leuk zo. Ze heeft dus nog lange mouwen aan. Lange mouwen romper. Hello Kitty. Spinkje. Super schattig. Knuffeltje. Is allemaal een beetje krapjes, maar het past wel.
Een kwestie van een beetje extra proppen. Want zij heeft een roze hoeslakertje, zoals jullie zagen. Vind je dus nog niet. En die lag namelijk in de was. En die heeft ook nog geen roze dekentje. Omdat die ergens anders was. Ik weet niet of jullie het dan nog kunnen zien. Ik ga de camera even verplaatsen. Zo, daar ben ik weer. Vinkje gaat even hier tussen. Voor heel eventjes. Zodat ik het matrasje even kan doen. Het matrasje is dus verkleind. Dat heeft mijn moeder zelf gedaan. De hoes van het matras zelf zit er niet omheen. Want dat past er niet. Dus daarom zit er een mold omheen. Om hem toch te beschermen. Maar zorg altijd dat het strak zit. Ook een hele goede tip. Moet strak. Ik heb zo ongelooflijk vaak bedden opgemaakt. Vroeger ook al. Hij is dus iets te groot, maar dat is niet erg. Hoeslakertje. Ze zijn iets kleiner dan 70 volgens mij. Maar ook niet erg. Dat is vanwege de deken. Had mijn moeder dat gedaan. Nog steeds super zacht. Hij is iets anders, maar nog steeds roze. Nog steeds heel leuk. Iets hoger. Niet te hoog. Zo. Ik ben nog steeds een heel klein beetje verkouden. Flink ziek geweest. Veel spierpijn. Verkouden dus. Echt wel, denk ik, bijna wel 2 weken geduurd of wat. Nou ja, toen ik begon met de video's maken. Toen begon het eigenlijk. Toen voelde ik me al niet helemaal lekker. Deze dekens komen trouwens van Action. Is al een paar jaar geleden. De roze heb ik eigenlijk al heel erg lang. 1 roze deken, dat is waarschijnlijk deze. Heb ik al sinds de geboorte van Fientje. Dus die is sowieso al bijna 4 jaar oud. Fientje wordt al 4. Toch? 2018, hè? Fientje is van 2018. En Floortje is eerstjarig, niet van 3 augustus. En volgens mij was Tycho van september, dacht ik. 24 september, kan dat? 24 augustus, 24 september. Volgens mij was het september. 1 van de 2. Ik weet het zo even niet meer in mijn hoofd. Want het zijn er zoveel al geweest natuurlijk. En daar zal ik ook nog wel een keer
video over maken. Die zag ik bij Diana. En ik had haar een berichtje gestuurd. En ik zei van... Of zij het ook leuk vond naar mijn verhaal. Want ja, dat is natuurlijk weer heel iets anders. Ik heb niet zo extreem veel reborns gehad. Of heb er ook niet zoveel. Veel is ook leuk. Maar ja, dat ligt er net aan. Of je er ook echt wat mee doet. En of je ook echt de klik ermee hebt. Er zijn heel veel mensen die verzamelen en die doen er echt niks mee. Letterlijk niks. Die katten zijn vervelend, hoor ik. We hebben een vijver, maar die katten die gooien al iedere keer die plantjes om. Maar waarschijnlijk wordt dat dan na de verjaardagvlog. Die video denk ik wel online. Vind je haar haartjes zijn trouwens even gedaan. Die heb ik even heel goed en flink nat gemaakt. En toen met anti-glitter spray. Een beetje. Zodat ik goed kan doorkammen. Het was een beetje pluizig en zo. En grijs. Grauw. Want hoe donker haar heeft, gaat dat snel. En ze heeft ook heel lang onder een deken gelegen. Vanwege de verbouwing. Ja, het is niet helemaal kaarsrecht allemaal, maar ja, het maakt niet uit. Maar ik maak eigenlijk altijd mijn bedjes op deze manier op. Nu hebben ze dan even geen laken. Omdat het natuurlijk zomer is en dit is dik genoeg. Dus dat is allemaal niet zo erg. Maar zo ziet het er dus nu uit. Ik vind het echt wel heel grappig. Ik zal het even laten zien. Kijk. Kijk, nu ziet het er zo uit. Zo. Meiden hebben roze. De jongens hebben ook begin groen. En dit is dan die gouden zijn knuffeltje. Vind je de knuffeltje? Muis, leuk in de hoek. Kom maar nog wat knuffeltjes, maar ja, dat mogen jullie natuurlijk nog niet zien. Dus, ja. Zo ziet het er dus nu uit. Nou, vond je deze video leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje te klikken. Dan mis je nog een video. En het is vandaag... Denk hoor, voor mij was het de 8e, 8 juli, of maandag, voor mij is maandag de 11e, dus dan is het 10, 9, 8. Het is vandaag de 8e, 8e van de maand en deze komt de 11e. Dus ja. Dit komt dus 11 juli online. Dus tot de volgende video. Doei!